In Auschwitz, you really find out who is the real you. Your genuine self comes out. Edith Eker is de jongste dochter in een Joods-Hongaars gezin. Een gewone familie. Vader is kleermaker en moeder is huisvrouw. Edith is een sportief meisje. Ze danst en ze turnt. En ze is zelfs een Olympische belofte totdat de nazi's aan die droom een einde maken. In 1944, ze is dan 16, wordt ze samen met haar ouders en één zusje gedeporteerd naar Auschwitz. But we didn't know where we were or what's going to happen. I never heard of Auschwitz until I saw the sign, Arbeit macht frei. And even my father commented that, you know, we're just gonna work and then we're gonna go home. Vader Lajos ziet ze nooit meer terug. En dan staat ze oog in oog met de man van wie ze later begrijpt dat het dokter Josef Mengele is. De beruchte en sadistische kamparts. Mengele sommeert moeder links af te slaan. Edith gaat achter haar aan. And I followed my mom. Now here comes really Camus' absurdity. Mm-hmm. That the very man who annihilated my family came after me. I still can see those eyes. Mengele. Mengele and said, you're gonna see your mother very soon. She's just gonna take a shower. And promptly threw me on the other side, which meant life. Eenmaal binnen het kamp vraagt ze een kapo, een gevangene die moet toezien op andere gevangenen, waar haar moeder blijft. And she pointed that the chimney fire was coming out. And very coolly she told me, you better talk about your mother in past tense. She's burning there. And my sister hugged me and she said, the spirit never dies. En dan ontmoet ze Josef Mengele opnieuw. De man die we kennen van zijn afschuwelijke medische experimenten staat ook bekend als kunstliefhebber. Op een avond komt hij de barak van Edith binnen op zoek naar een ballerina. And I ended up dancing for Dr. Mengele. How did you manage to do that? I managed to do it by closing my eyes. And this is what I see today, women who are unfortunately touched inappropriately. They close their eyes and they check out. And I did that in Auschwitz while I was dancing for him. I was praying for him. So I wouldn't be the next one to go to the gas chamber. And I pretended that the music was Tchaikovsky. And I was dancing the Romeo and Juliet at the Budapest Opera House. I totally checked out. And then he gave me some bread. And I ran, and I was on the top floor. And I shared it with the girls. Op haar 90ste schrijft ze een boek, De Keuze, over haar leven en haar kampervaringen. Edith is ervan overtuigd dat haar moeder gelijk had. In je eigen gedachten ben je altijd vrij. Everything that she told me in the cattle car that was really happening. She said, we don't know where we're going, we don't know what's going to happen. Just remember, no one can take away from you what you put here. In your own mind. That's exactly what happened. Everything was taken away from me. I had my mind and I had my sister. Vanavond is een voorstelling in Theater Carré, geïnspireerd op haar boek De Dans Ontsprongen. Met Pierre Bokma als Mengele. Kom op, zeg, de mensen pikken dat toch niet meer. Sorry! En Igoné de Jong als de jonge ballerina Edith. Mijn darling. Oh, honey. The highlight of my life. Oh, honey. I had fantasies in America that I'm going to be a very sophisticated journalist and I'm going to go down to Paraguay and meet up with Dr. Mengele. and look, here I am. You're here in Amsterdam. I'm here. Zij en haar twee zussen overleven de oorlog.
Op 4 mei 1945, vandaag 74 jaar geleden, wordt Edith meer dood dan levend opgegraven uit een stapel lijken door een Amerikaanse soldaat. I go through the valley of the shadow of death, but I don't come there. Ze gaat terug naar Hongarije, trouwt en emigreert naar Amerika. Pas na haar 40ste gaat ze psychologie studeren en ze wordt Dr. Edith Eden. En ze vindt haar eigen overlevingsstrategie. Eén waarin voor het woord haat geen plaats meer is. It is very, very important to find all the parts within us and to be able to recognize that everything in life has a gift in it. Auschwitz to me gave me an opportunity to guide others. Which I think is the biggest gift of God, that not only I survived, but I can be useful to others to find their own prison that is in their own mind, and the key is in your pocket. Edith, thank you very much. You're welcome.